ongeveer een jaar geleden tot paus verkozen, veroverde Jorge Bergoglio de harten van ontelbare mensen. Maar wie is die man? Wat typeert hem? We vragen het aan Geert de Kerpel, hoofdredacteur van Tertio, en nemen daarbij het Halewijn-magazine over de paus als uitgangspunt. Paus Franciscus, een bijzondere figuur, een bijzondere man. Wat typeert hem volgens jou? Wat het eerste bij mij opkomt, is dat dat een hartelijke en eenvoudige, een ongekunstelde mens is. Een man die met zichzelf verzoend in het leven staat. Welke functie, welke opdracht hij ook dient te vervullen, hij blijft daar altijd zichzelf bij. En ik vind, als je naar die cover hier kijkt van het Halewijn-magazine, dat je dat ook ziet. Hij is nu paus, toch een ambt dat loodzwaar zou kunnen wegen op een mens. De verantwoordelijkheden, de verwachtingen die er ook rond gecreëerd zijn, zeker nu met het aftreden van zijn voorganger, die bij zijn afscheid zelfs zegde dat het hem allemaal wat boven het hoofd was gestegen. Maar je ziet hier een hartelijke, een lachende, een joviale mens, niet gekunsteld, niet gemaakt. Het kruis dat hij gekozen heeft als pauskruis, ja, dit heeft zeker en vast ook wel een heel eigen betekenis. Als je naar het borstkruis kijkt, het is niet zomaar een kruis dat natuurlijk altijd de figuur van Christus oproept. Maar hier staat midden op het kruis een hele prominente herder. Wel, dat is helemaal deze pauze, deze Franciscus, die al zo vaak heeft onderstreept dat leiders in de kerk, wie ze ook zijn en waar ze ook staan, herders moeten zijn. En niet zomaar herders, maar leiders die te midden van hun kudde staan en met dat volk op weg gaan. Hij heeft ook zelfs in zijn exhortatie Evangelii Gaudium geschreven dat ook af en toe de kudde zelf wel de weg weet en de leider de weg zal wijzen. Heel vaak heeft hij ook al gezegd, dat is toch ook een sterk beeld van hem, dat herders moeten ruiken naar hun kudde. Dat we ons hier bevinden is niet toevallig, hè? Te midden van beelden van Franciscus van Assisi, van Rick van Schil. Want die keuze van onze paus voor die naam, je kan zeggen, dat is toch wel bijzonder. Die naamkeuze is ronduit historisch, want nooit eerder in de geschiedenis heeft een paus het eigenlijk aangedurfd om de naam Franciscus van Assisi te kiezen. Die naamkeuze is ronduit een programmaverklaring. En dan denk ik aan de historische Franciscus van Assisi, die in de 12e eeuw leefde, die zich na een liederlijk leven bekeerde tot een leven van armoede, van gebed. En waar we dan toch vooral moeten denken aan degene die in een visioen tot zich hoorde zeggen, bouw mijn kerk opnieuw op. Deze Franciscus, nu de paus. Nu zijn we een jaar verder, we zien het ook voortdurend aan wat hij zegt en hoe hij leeft. De armoede, de eenvoud, de ongekunsteldheid. Het niet gaan leven in een apostolisch paleis, maar te midden van eigenlijk het personeel in het Vaticaan blijven leven, dicht bij de mensen. De manier waarop hij zich kleedt, zeer eenvoudig, waarop hij zich gedraagt. Zoveel oproepen die hij al heeft gelanceerd naar de medebroeders, bisschoppen, naar al wie in de kerk leiding geeft en het voorbeeld moet geven om eenvoudig te blijven, om terugarm te worden, om naar de armen toe te gaan. Om in feite de arme Christus in zijn meest evangelische betekenis toch weer centraal te stellen en van daaruit de kerk terug op te bouwen. Als je het voorbije jaar bekijkt, wat zijn voor jou topics, zaken die je zegt, ja, die beklijven eigenlijk? Wel, naast zijn naamkeuze om te beginnen en die avond op het balkon de vraag om over hem te bidden, was er al heel snel, vond ik, een tweede zeer beklijvende handeling. Dat was op Witte Donderdag. Dat hij de voeten ging wassen, niet zomaar, maar dat hij naar een gevangenis trok van jeugddelinquenten en daar voeten waste van mannen en vrouwen, van jongere mensen was het, zelfs van niet-gelovigen. Er was zelfs binnen de entourage van het Vaticaan nadien wat wenkbrauw gefronst rond, kan dat wel, welke daad stelt hij hier? Maar dat heeft mij echt getroffen, want daar geeft hij opnieuw, eigenlijk in een beeld, en dat is zoveel sterker dan woorden, tot uitdrukking waar hij met deze kerk naartoe wil. Ja, en een tweede hele frapperende moment vond ik toch was zijn eerste bezoek buiten de stad Rome. En dat was dan naar Lampedusa, dus dat Italiaanse eiland daar ver in de zee, waar dagdagelijks anoniem uit het oog van de camera vluchtelingen, sukkelaars van over de hele wereld aanspoelen, letterlijk. En daar trok hij naartoe om dicht bij hen te gaan staan en het oog van de wereld op die ellende te richten en ertoe op te roepen dat men die mensen niet zou vergeten. Als er iets is wat ook opvalt, vind ik, bij deze paus, is het zijn uitstraling. Die blijft toch wel echt bijzonder.
Ik denk bijvoorbeeld aan hoe hij altijd opnieuw contact zoekt en wil maken met om het even wie. Of het nu gaat met 5 mensen die hij in een privéaudiëntie ontvangt waar een camera bij is, of het is voor 100.000 mensen op het Sint-Pietersplein. Al die mensen zeggen dat ook achteraf. Het was alsof hij tegen mij alleen sprak. Hij kijkt de mensen in de ogen. Hij neemt ze ook vast. Die beelden zijn de wereld rondgegaan en terecht van die bijna onaanraakbare mens die hij toch aanraakt. Doet ook aan Franciscus, de historische Franciscus denken, die daar ook een sterke boodschap rond had. Wie je ook bent, je mag er zijn zoals je bent. En ik wil dicht bij jou staan, de herder die tussen zijn kudde wil staan. Absoluut. Het unieke ook van elke mens. Ik vind het ook terzelfde tijd ook zo frapperend, zoals die foto in het magazine uitdrukt, hoe hij zijn duim opsteekt. En heel ontwapenend, heel ongekunsteld. En zegt van, voilà, met mij gaat het goed, denk ik dan, als ik dat zo zie, wil hij zeggen. Ik hoop met jou ook. En samen maken we het beste van. Ja, het is een man, denk ik, waar als je ervoor staat, of zelfs als je hem ziet op het scherm, je eigenlijk helemaal doorin genomen wordt en van wegsmelt.